Kunnen wij niet beter een satellietclub van Ajax wilden? Dat we een beetje mindere spelers van Ajax kregen. Ik heb dinsdag nog naar Ajax gekeken. Jongen, wat een mooie wedstrijd. En die Lasse Schöne, die maakt me een doelpunt. Volgens mij had hij dat bij ons geleerd. Dat kan niet anders. Welkom bij aflevering 29 van Hensje. We waren nieuwsgierig en we zien even gaan kijken hoe ze in Kerkrade daar nou leefde. We staan hier bij een van de ingangen van het Parkstadstadion. Je kunt het zien, het is erg modern hier. En als je lastige supporters hebt, gaan ze achter het hek. Je hebt verschillende ingangen. Het blieven koempels, ik heb nog naar God gevraagd. Die zit bij VVV, zei ze. Godverdomme, dat is naar Weurhoek. Molenaar, die kennen ze wel van NEC. Randy Woltos, die Schotse bodyliner koilie van ons. Die moeten we terug naar de puppycursus. Die schapen liepen gewoon bij hem weg. Hij kreeg maar een 4,5 van die Jasper van ons, van de Gelderlander. Maar hij kent het veel beter. Favoriete speulers, nou dat wil hij niet veel. Ik vond Brandenhorst en Dijkstra de beste speulers. En ik zei het vorige week al dat die Okita in de lift zit. Hij had er toch wel een mooi eentje gescoord. Lekker man. Tegenstander Roda JC. De koempels uit Kerkraai, sterke ploeg. Hopen dat ze de carnaval nog een beetje in de stokken hebben. Voorspelling, nog een mazzeltje dat Jong AZ van de week gelijk gespeeld had tegen Volendam. Volendam staat maar 1 punt boven ons. We moeten gewoon winnen, al is het maar 1-0. Nou, Randy had weer 2 cursussen erop zitten. Dus we moeten aan de bak tegen die limbo's. Volendam moet tegen Kohat en die verliezen ze, denk ik. En dan staan wij op plek 11. Ik heb nog een mooie spreuk in de carnavalsoptocht gezien voor de supporters. Als jij er bent en ik ben er, dan zien we er toch? Samen voor 3 punten. Dat wisten jullie nog niet, hè? Dat er een mooie grot in het Kronenburgerpark is. Dat ontdek je plekje. Dat geldt ook voor land. Nimwegen is mooier dan je denkt. Vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog en dan kun je ons abonneren. Hoi, hè? En tot vrijdag, hè? Met 3 punten erbij.